Theo van Dam van Artheo heeft zijn jaarlijks terugkerende beeldentuin geopend van 12 mei tot en met 2 juni. Naast de beeldentuin zijn ook het atelier en de pop-up geopend. Ook dit jaar staan er weer nieuwe kunstenaars met hun werken. Nou Theo, we staan weer in de beeldentuin die elk jaar terugkomt. Vertel, wat kunnen we dit jaar zien? Nou, dit jaar is er weer een variatie te zien van diverse kunstenaars. Het zijn 5 nieuwe kunstenaars ten opzichte van vorig jaar. Dus nou, heel interessante projecten ook. Heel mooie beelden uiteraard. En nou ja, goed, zondag was de aftrap en het was druk bezocht. Iedereen had het wel naar zijn zin. Hè. Dat is ook een beetje de uitstraling die wij een beetje willen hier in de tuin. Een beetje het gemoedelijke en dat ze zich even lekker happy voelen hier in de tuin. Ze worden verwend met een kopje koffie. Dus het was een hele mooie dag gisteren. Kijk, ja. En als we even kijken naar de kunstwerken zelf, wat kunnen we allemaal zien? Nou, wat we allemaal kunnen zien zijn keramieke beelden van Lei Hanne bijvoorbeeld. Lei is ook een gerenommeerd kunstenaar. Eigenlijk. Die heeft al heel veel grotere projecten gedaan ook in het verleden. Hij heeft zelfs een keer onder een viaduct een beeld moeten vervoeren. Ze hebben niet het viaduct veranderd, maar het beeld een beetje aangepast. Maar dat is Lei Hanne met keramiek. Dan hebben we Hans van Uden. Hans van Uden, die zie je hier de beelden hier vlakbij, zeg maar. Die combineert steen met staal. En hij is iemand die de groeves ingaat en stenen zoekt die al een bepaalde vorm hebben. En daarmee gaat hij aan de slag en dat combineert hij dan met staal. Dat is dus Hans van Uden. Ja, en hoe kom je eigenlijk? Hoe vind je deze artiesten? Hoe bedenk je om ze te benaderen? Nou, in het verleden is het altijd zo gegaan en nu nog eigenlijk steeds. Soms melden mensen zich, hè, die zijn hier geweest, die doen zelf, maken ze kunst en dan kijken ze of ze hier eventueel een plekje hebben. Ik zoek ze ook op internet, omdat ik een variatie zoek en dan zoek ik bijvoorbeeld naar keramisten of iets daarvan afwijkt in kleur. Hè. Bijvoorbeeld nu hebben we Wim Heesakkers dan ook hier en Wim die maakt in polyester heel veel beelden, heel veel vrolijke, lichtere beelden, naast zijn bronzen beelden. Dus ja, dat is Wim Heesakkers, ook hij is ja, een goede kunstenaar, hij komt uit Lieshout. Kijk, ja. En zijn ook je eigen beelden hier nog terug te zien? Mijn eigen beelden zijn ook terug te zien, ja zeker, ja. Ik kan er niet van afblijven, dus er zijn altijd wel weer nieuwe beelden te zien, ja. Nou, er zijn hier een heleboel beelden. Je hebt ook een paar kunstenaars benoemd, maar je hebt er ook vandaag eentje uitgenodigd. Wie is dat? Ja, dat klopt. Dat is Darius Verheijden en Darius is een jonge kunstenaar. Hij is smid. En nou goed, die heb ik ontdekt toevallig en ik ben bij hem op bezoek geweest. En nou ja, dat stond mij wel aan en hem ook. Hij had een aantal tekeningen, schetjes, kleine ontwerpjes en die had hij op het oog, zeg maar, wilde die nog steeds in het groot maken. Ik zeg, nou, dan krijg je nou een mooie gelegenheid daarvoor. En dus is hij daarmee aan de slag gegaan. Hij heeft 4 maanden aan 2 projecten die daar staan, heeft hij gewerkt. En uiteindelijk, nou goed, is het er toch van gekomen dat hij uiteindelijk zijn kleine schets heeft uitvergroot en hier kan laten zien in de beeldentuin. Als ik hier ook rondkijk, zie ik daarachter nog een heel kleurrijk beeld met nou ja, van alles aan materialen te zien. Wat is dat? Nou ja, dat is een beeld van Jean Malief. Jean Malief is ook hier, heeft ook nog een groot schilderij hier met een hele grote schildpad. En Jean die werkt vooral met kleurrijk mozaïeken die ze op een gegeven moment op haar beelden bewerkt en aankleedt. Dus dat is jammer lief, ja. Darius, jij hebt ook door Theo uitgenodigd om hier in de beeldentuin te staan. Vertel even het verhaal, hoe ben je hier terechtgekomen? Mijn vriendin werkt in de klokkengieterij en daar had Theo had haar een sculptuur laten gieten. En zodoende kwamen wij in aanraking en heeft hij gevraagd of ik hier ook wat voor wou maken. En dat kwam mooi uit, want ik had een hoop ideeën en nooit de kans gehad om ze nou te maken. Dus bij deze heb ik mooi aan kunnen grijpen. Kijk, en als we naar het beeld naast je kijken, wat kunnen we hier ongeveer zien? Nou, dit is een auto-onderdeel, een krukas. En die bloeit langzaam uit tot een plant en een bloem. En hij heet Everything Can Bloom. Kijk. Dus ik heb echt het materiaal uitgesmeed tot het aan het bloeien is. Ja, en hoe ben je ooit begonnen met zulke kunstwerken maken? Want het is niet iets voor wat voor de hand ligt, denk ik. Nou, ik wou eigenlijk als kind altijd kunstenaar worden. Maar toen op een gegeven moment ben ik in aanraking gekomen met smeden. Vrij jonge leeftijd, als 12-jarige. En toen ben ik, want er was geen opleiding voor, ben ik op zoek gegaan naar een weg om te smeden. En toen heb ik via zoveel mogelijk verschillende smeden, onder andere Jos de Graaf, langzaam daarin gerold. Kijk, ja, en dan sta je nu hier. Is dit toch wel een mooie manier om je werk te laten zien? Ja, dit is natuurlijk een prachtige kans. Natuurlijk, vaak zijn het opdrachten op aanvraag en zo, maar dit is echt, je kan je eigen creativiteit op loslaten. Kijk, ja,
En als nou mensen enthousiast zijn, ze willen hier langskomen. Het is wel in je achtertuin, kunnen ze altijd langskomen? Ze kunnen altijd langskomen en het is ook de bedoeling, mensen, ik heb dat ook bekendgemaakt, als ze zich een keer hier met een groepje willen zeg maar aansluiten, dan krijgen ze een rondleiding van me. En dan kunnen vertellen over het werk en over de aanwezige kunstenaars. En het duurt tot en met 2 juni, dus elke zondag ook eerste, tweede Pinksterdag open. Steeds van 11 tot 5.